Wij gaan praten met Kees Rademakers. En hij vertegenwoordigt Land van Gastel, de heemkundekring. En ja, het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Maar dit jaar loopt anders dan we met z'n allen hadden gehoopt, ook qua herdenkingen. Goedemiddag, Kees Rademakers. Welkom in de uitzending. Dag. U vertegenwoordigt de heemkundekring. Om daar heel even over te hebben om te beginnen. Wat is nou precies een heemkundekring om uit te leggen aan de luisteraars? Nou, laten we het heel simpel houden. Het is een gezelschap, een vereniging is het. Ja. Die als hoofddoel heeft het beschrijven en het uitdragen van de geschiedenis van een bepaalde... Nou, we kunnen niet meer zeggen gemeente, maar laten we in dit geval Gastel een kerkdorp noemen. Oké, ja. Nou, geschiedenis is heel duidelijk, hè, want 75 jaar bevrijding hoort intussen bij onze geschiedenis. En het is een hele indrukwekkende geschiedenis in dat opzicht. En nog heel even over de heemkundekring. Is het dan zo dat... Ja, je mag het eigenlijk geen gemeente noemen, maar heeft elke gemeente of dorp een heemkundekring? Of waar hangt dat vanaf? Vrijwel alle kerkdorpen van Halderbergen hebben een heemkundekring. Ah, oké. En er zijn er een paar bij, of zeg maar de meeste zijn heel erg actief. Ja, dat heb ik begrepen, want ik heb een paar weken geleden ook nog met een collega van u gesproken. Die kent u ongetwijfeld, Jan Bedaf. Zeker, dat is uit Ouwenbos, hè? Ja, precies. Ja, ja, leuk. Ja, nou, ja. Hebben we in de uitzending... En we werken ook vaak samen, hoor. Ja? Jazeker. Ah, heel goed. Ja. Ja. En, nou, we gaan het hebben over 75 jaar bevrijding. Ja, het gaat allemaal anders dit jaar. Kunt u daar iets over vertellen wat oorspronkelijk de plannen waren en hoe dat nu in de nieuwe stijl na corona gaat? De gemeente is daar ook... heel actief in geweest. Die heeft vroegtijdig de mensen van de heemkundekringen binnen Halderbergen uitgenodigd, maar ook nog andere gezelschappen, om gezamenlijk, zeg maar gemeentebreed, dit moment te herdenken. Ja. En Land van Gastel was daar ook in vertegenwoordigd met een drietal mensen. Mm-hmm. En nou, de plannen die begonnen al behoorlijk vorm te krijgen. Er werden een heleboel dingen op stapel gezet. Bijvoorbeeld een fietstocht door de hele gemeente. En dat ging dan langs plaatsen die herinnerden aan de oorlog. Ja. Maar die fietstocht zou worden voorafgegaan met een bevrijdingsontbijt. En ja, u begrijpt dat dat heeft nogal wat organisatorische consequenties. En we waren daar goed op dreef en toen kwam corona. Ja, precies. En toen moest het allemaal anders. Het werd meteen stil. Ja. En dingen werden afgelast, afgezegd. Ja. En toen heeft Gastel gedacht... Ja, wij waren van plan om een mooie tentoonstelling en een herinneringstentoonstelling te organiseren. Mm-hmm. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, ja, die foto's die we hadden willen laten zien, die kunnen we natuurlijk ook verwerken in een videopresentatie. Ja. Nou, dat was eerder gezegd dan gedaan. Dat is ongetwijfeld veel werk geweest. Ja. Ja, ik dacht aanvankelijk, dat doe je in een weekend, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja, het werden 14 dagen, dag en nacht. Zo, ja. Want ik heb even jullie website bekeken. En nou, dat is natuurlijk wel heel interessant. Want er komt in feite een soort alternatief, hè? Want je gaat kijken wat kan er dan wel. En via de website van jullie heemkundekring is er wel van alles te zien en te lezen. Kunt u daar kort iets over vertellen? Nou, die website, die hebben we natuurlijk al een hele tijd. Maar er was toch al jaren de behoefte om die website te upgraden. Ja. En Rien Voorbraak, we kunnen hem niet meer missen. Die was zo goed om daar eens naar te gaan kijken. Nou, dat kunnen we merken. Mm-hmm. En dus die heeft sowieso die website toegankelijker gemaakt.
de artikelen die erop stonden nog eens een keer een nieuw gezicht gegeven. Zodanig dat de mensen, we krijgen ook regelmatig reacties van mensen die, die zeggen van, jee, dit is een geweldige leuke website. Meneer Rademakers, ik wil niet vervelend zijn, maar wij gaan langzamerhand richting de klok van 3. Ja. Dus we moeten het kort houden. Dus kunt u vertellen wat de mensen nu over 75 jaar bevrijding op de website kunnen zien? Even kort en bondig. Juist. Nou, ze kunnen, de website is makkelijk te vinden. Gewoon Het Land van Gastel, typ dat in. Ja. En dan kom je bij onze website. En dan kun je met een paar muisklikken verder naar deze videopresentatie. Ja, oké. Dus de videopresentatie en staat erop. Als ik dat er nog even aan toe mag voegen. Wij hadden bij die tentoonstelling hadden wij heel graag ons jaarboek nog eens in het licht willen zetten. Ja. Want ook in het jaarboek staan een heleboel verhalen over 75 jaar bevrijding. Uiteraard. Ja. En als mensen dat jaarboek nog eens willen bekijken en de artikelen die daar over de oorlog in staan, dan kunnen ze dat ook weer via de site kunnen ze dat doen. Oké, nou heel goed. Dus de mensen kunnen in Google gewoon Land van Gastel intypen. Dan komen ze bij u op de website. Dan kom je er al, ja. Ja, en dan kunnen ze de videopresentatie bekijken en het jaarboek. Om nog eens terug te blikken over de verhalen van de bevrijding. Heel goed. Ja. Nou, dank u wel, Kees. Ik zeg maar even Kees, als dat mag. Ja, fijn dat u even in de uitzending uw toelichting wilde geven. Goed. Dank u wel. Goedemiddag en succes.